Hey, goedemiddag. Kom binnen. Nou, ik denk dat zeg maar, Deloitte als bedrijf en ik een goede match vormen. Omdat er ligt eigenlijk een hele duidelijke parallel. Kijk, Deloitte is een informatieverwerkend bedrijf en eigenlijk een dataverwerkend bedrijf geworden. Nou, dat doen zij natuurlijk heel bedrijfsmatig. Maar ik doe dat vanuit een artistiek oogpunt. Dus ik denk ook na, ik onderzoek ook die opkomst van die database, die grote verzamelingen met beelden en informatie. Welke consequenties heeft dat eigenlijk? Wat kan je daarmee? Hoe kan je daar nieuwe betekenis aan ontlenen? Het idee voor dat kunstwerk is natuurlijk gedeeltelijk gebaseerd op de entiteit van Deloitte als bedrijf, maar natuurlijk ook op het gebouw. Ja, toen ik daar voor het eerst kwam, was ik gewoon enorm onder de indruk van die enorme ruimte die dat gebouw heeft eigenlijk. Je komt in dat atrium, 50 meter hoog, glas. En dat idee van die overdekte lucht, dat deed me al heel snel associëren naar wolken. De dubbele betekenis van cloud in een datatijdperk gaat natuurlijk over opslag van informatie. Dus toen heb ik bedacht dat ik daar een cloud van 34 driehoek wilde maken met beeldende elementen die dan eigenlijk een soort van visuele database vormen. En die ook voor bezoekers in één keer een soort van transparantie geeft wat de identiteit is van dat bedrijf en waar dat gebouw voor staat. De techniek waar het uit bestaat heet lenticulair. En het zijn eigenlijk lensjes die bovenop een aantal afbeeldingen liggen. En als je dan de afbeelding of de huid onder een bepaalde hoek bekijkt, zie je ofwel de ene ofwel de andere afbeelding. Wat ik heb gedaan is dat ik beeldanalyse software heb toegepast op een verzameling van 2,5 miljoen beelden om de categorieën van beelden zichtbaar te maken. En ik ben heel benieuwd hoe dat er straks in het echt uit gaat zien. Zo, nou daar zijn we dan. Ja, hier worden de platen geprint. Dus de lenticulairs. Dat is een beetje de enige plek in Nederland waar dat zo mooi kan. Ja, een lekker pak hebben we klaar. Zo, die hebben we flink opgeschoten. Ja, heel benieuwd. Ja. Nou, je ziet alles is mooi recht geworden. Ja. Je moet deze natuurlijk vanaf een afstandje zien. Ja, nou, hij is prachtig. Ik zie ook echt die... Dat hij vanuit die cirkel begint te werken, vanuit die rondingen, dat is echt heel goed gelukt. Ik ben natuurlijk geen kunstenaar, maar ik vind het vooral ook hoe die beelden met elkaar weer werken mooi. Wil je er nog een zien? Ja, graag. Projecten die echt het onderste uit de kan vergen. Hier was het vooral van hoe krijg ik zoveel beelden achter een klein lensje. Wat dan ook nog eens op afstand werkt. Dit is gewoon een hele mooie. Nou, veel spectaculairder eigenlijk als ik het voor ogen had. Deze gaat echt in de lucht in. Zo. We zijn vanmorgen om 6 uur zijn ze hier begonnen. Met het frame te monteren, dat is geleverd. De tegels zijn gisteren geleverd. Spannend, vandaag gaat het alles de lucht in. Weet je wat deze is? Of met die beugel komt dan hierop en zo te Ik hoop dat als mensen hier maandag binnenkomen, dat ze gewoon
zien dat er iets is toegevoegd aan hun werkomgeving eigenlijk. Of een omgeving waar ze dagelijks komen. En ja, dat is letterlijk dynamiek, kleur. Ja, ik ben er heel blij mee.